Continu als ik langsrij hier op weg naar mijn werk, staan er gemiddeld zo'n 5 man met handen in de zakken. Nou, ik weet niet hoe dat, als ik dat op mijn werk zou flikken, ik denk dat het gauw over zou zijn. Het geduld van bewoners van Assendelft-Zuid raakt zo langzamerhand op. Waar de Dorpsstraat grenst aan de Kaasmaker, ligt de weg nu al wekenlang open. Dit in verband met rioleringswerkzaamheden. Bewoners zijn genoodzaakt om te rijden en moeten auto's elders parkeren. Wat voor vreselijk veel irritatie zorgt. Je blijft omrijden. Met de huidige benzineprijs is dat niet erg om vrolijk van te worden. En de weg die er nu ligt, nou, het is één baggerzooi. Dus de staat van je auto wordt er ook niet beter op. Nou, je bent gewoon verplicht om te rijden. Want we doen ook vaak de auto dan maar helemaal daar zitten. Daar is bijna geen plek, dus dan wordt het nog verder lopen naar hier. Nou, als ik mijn boodschap heb gedaan voor mijn gezin, dan ga ik niet lopen met de hele boel. Dus ik ben gewoon verplicht elke keer maar om te rijden. Er is er kennelijk toch iets misgaan. Er zijn afspraken gemaakt, 100 meter. En ja, dan moet je natuurlijk ook een beetje zien, 100 meter is er dan open geweest en dichtgegooid. En dan gaan ze naar de volgende 100 meter. Maar dan is die ene natuurlijk nog niet gelijk bestraat. Bij iedere wijk, iedere straat waar een riolering werkzaamheden plaatsvinden, moeten de mensen ook inschikken en inpassen. He, dat is gewoon even niet anders. Want kijk, als je er niets aan doet en je hebt ingestorte riolen, dan hebben de mensen natuurlijk ook weer overlast in hun woning. He, dus het is vervelend, maar wel noodzakelijk. De gestelde datum dat ze klaar zouden zijn, zou eind 2011 zijn. Maar met de snelheid waarin ze nu bezig zijn, denk ik niet dat ze dat gaan halen eind 2011. Nou, het werk is ingepland. Ik heb begrepen, zo rond de 1,5 jaar gaat dat duren. Het is natuurlijk een forse lengte wat opnieuw aan het riool vernieuwd moet worden. Ja, het is gewoon even niet anders. Heel vervelend voor iedereen die ermee te maken heeft. Maar wij kunnen niet een extra weg bedenken, zodat ze wel snel de wijk uit kunnen. Helaas voor de bewoners zijn de werkzaamheden noodzakelijk en zullen zeker tot eind 2011 duren. Voorlopig accepteren en tot 10 tellen dus.